Dan was er nog de Côte du Rocher d'Angle op 100 kilometer zowat van de streep, waar Bakstedt als eerste boven kwam voor D'Adalto en Mugelli, de drie mannen van Liquigas, zeg maar. Een reactie van een Liquigas man. En Vino reageert. De Kazak glipt in het wiel. Is dat opnieuw Mugelli? Het is opnieuw Mugelli. Ja. En? Prebe van Hekken. Jawel. Die ook reageert. Knap. Mooie actie van de jonge Belg. Die de sprong lijkt te lukken. Wat tegenslag gekend dit seizoen. Ook Duque, meende ik, reageerde. En dan zitten we hier bij Charteau. Anthony Charteau in het gezelschap van Camagno, de man van Sunye Duval. Daar Colom. Op ja, kop. Die achterom kijkt en ziet dat Vino komt. Dan dient hij als springplank. Ja. Alle belast weggegooid van de andere renners. Zie je het peloton nog terugkeren? 4 minuten goed maken op Vinokourov, dat geloof ik niet. Nee. Van Ecke neemt over in het groepje bij Vinokourov. Mugelli in het wiel van de Kazak. Die achterom kijkt. Van Ecke die nu het tempo gaat bepalen in de achtervolging. Moet hij dat wel doen? Ja, wil hij de rit winnen wel. Hè? Dus hij moet niet twijfelen. Het gat te groot laten worden, dan is de vogel ook vliegen. Daar rijdt Antonio Colom. Dit is het verschil vanuit de lucht. Een beperkt verschil. Je moet natuurlijk opletten dat ze niet achter zijn rug wegdemereren, zoals nu het geval is. Mugelli opnieuw. En Vinokourov die meeglipt en Van Ecke die dan even moet passen. Ja. Niet onbegrijpelijk natuurlijk. De jonge Belg. Hij moet er nog altijd 25 worden in juli. In de koninginrit van de Vierdaagse van Duinkerke tegenslag gekend. Nu ja, tegenslag werd gevat op 400 meter van de streep. En blijft wachten op een nieuwe zege. Sinds die overwinning in de schaal zelfs vorig jaar voor Prebe van Ecke. Mugelli is een ideale motor voor Vinokourov op dit moment. Ja. Ze zijn weer bij zijn tweeën in de achtervolging. Matej Mugelli. En Van Ecke die knap weer aansluit, jawel. Jawel. Heel mooi. Even moeten passen omdat ik op kop zat. Achter zijn rug demereerde en nu even gerecupereerd en dan sprint hij weer naartoe. Berensterk is hij blijkbaar en de sterkste Belg in die vroege vlucht. De Belg van de dag, zeg maar, Prebe Van Ecke. Colom op zijn eentje. Een ondankbare opdracht in wezen. Hij speelt Haas, maar zijn naam is Colom. Antonio Colom Mas. Zijn volledige naam. Op een iets minder lastig stuk hier. Snelheid wat groter wordt. En Van Ecke? Zit hij er nog altijd bij? Dat moet wel. Ja, dit is de koploper. Hier het peloton. Peloton met de groene trui Moreau. Op kop van dat peloton daar in het zog van een ploegmaat. We zien daar ook weer zeildraaiers in de spits van dat peloton meedraaien. Rijdt een bijzonder sterke Dauphiné. Gisteren resulteerde dat in een 21ste plaats op de Van Toe. Heel mooi op 3.20 van ritwinnaar Moreau. Moreau die zich nu toch ook vragen moet stellen bij wat hier allemaal gebeurt in deze Dauphiné. Ja, Vino laten rijden. Dus dat is toch een grote concurrent die wegrijdt bij een groep van 22 man en die 5 minuten cadeau krijgt terug. Antonio Colom is een Spanjaard van 29 jaar. Hij heeft nu toch wat meer voorsprong bijeen gefietst. Ja. Het groepje wordt aangevoerd door Prebe van Ecke. Met Mugelli, met Duque, Vinokourov. En hier terug naar het peloton. Het peloton op dit moment geklopt. Ja, de koplopers gaan ze niet meer zien hoor. Dus dat kan niet. Maar dan zit Kasheskin wel safe wat zijn gele trui betreft voorlopig. Het is al niet minder interessant om te zien of er in een peloton ook iets beweegt. Uiteindelijk is het verschil tussen Kasheskin en Moreau maar 14 seconden. En dan staan ze dan nog allemaal op een zakdoek met 5 man binnen de halve minuut. Ook Menchov, Evans en Zabriskie volgen op een handvol seconden. Ja, als er eentje een slechte dag heeft, die kan hij een tijd verliezen. Dus en iemand die goed is, die kan daar weer tijd nemen.
krijgt de indruk dat deze man meer achterom zit te kijken dan dat hij toch helemaal doorfietst. Te wachten op zijn kopman. Ja, verwacht een kopman nog altijd. Maar is wel op weg naar de ritoverwinning als hij blijft doorgaan. Kijk daar om de hoek, komen de achtervolgers. Die perkt de voorsprong nog altijd en weer wat beweging in dat groepje. Duque, de Colombiaan van Cofidis, rechts in beeld. Binocour of centraal van Nekke die weer naar de kop komt. En er komt volk terug uit de achtergrond, zo leek het. Ja, ze gaan niet graag door met Vinokurov natuurlijk. Hè. Dus Preben van Eyck die nu alleen wegrijdt. Ja, ja. Op 24 seconden is dat hand gestopt. En Van Eyck die wegrijdt. Het tempo kan hoger, zegt de jonge Belg. Dus muist hij er van onder. En daardoor, terug bij Colom. En daardoor ook weer de verstandhouding beter is in de achtervolgende groep. En dan beginnen ze weer te rijden. De voorsprong, 25 seconden wordt daar gemeld. Peloton nog altijd op meer dan 4 minuten. Dan gaan ze toch nog moeten koersen. Van Summeren schuift naar voren. Van Summeren, op dit moment de best geplaatste Belg in het klassement, staat 29ste op 6,48 van Kasheskin. En Van Eyck die wegrijdt van het groepje Vinokourov. Knap werk. Rit door het middengebergte in de Dauphiné Libéré. Een Belg in de spits van de koers. De Belgen hebben zich al laten zien in deze Dauphiné. Ze waren goed vertegenwoordigd met de 22 man. Ze hebben goed opgelet van in de start. Clement is dus terugkomen aansluiten bij Vinokourov & Co. Van Eyck daar even op een stukje dat wat beter loopt, want een grotere versnelling aan het gebruiken. Ja, hij rijdt echt een heel grote versnelling en hij gaat ook vooruit ook, hè. Dus dat zie je. Op die manier rijdt hij misschien wel naar Colom. En dan, kijk naar de kloof die je uitdiept, nog altijd beperkt. Ze zijn in de numerieke meerderheid daarachter natuurlijk. En Stef Clement op kop. Ja, ja. 15 seconden, de achterstand voor Van Eyck op Colom. Hier onze koploper opnieuw. Maar hier wordt het ook weer steiler. Hè. Je moet het weer klimmenritme hebben naar boven komen. Maar Colom misschien op dat vlakkere stuk iets rustiger aangedaan heeft. Even recupereren. En Prebe volle bak heeft doorgegaan, dus heeft hij minder kunnen recupereren. Dit seizoen 11e geworden in de Ronde van het Baskenland, Antonio Colom. De Trofeo Soler gewonnen, dat is de klimrit in de Ronde van Mallorca. Nog eens kijken naar het verschil. Van Eyck die nu overvleugeld wordt door Vinokourov. Vinokourov die naar zijn ploegmaat springt. Hier komt de Kazak uit Monaco. Ja. En daar zal Van Eyck zijn treintje niet kunnen aanhaken. Denken we, vrezen we. Kijk, Vinokourov het volle pond geven. Van Eyck die zich niet gewonnen geeft. Die het volle pond geeft in de achtervolging op de kandidaat toerwinnaar. Gedamespelen. Naar de frequentie. Gedamespelen, zegt Vinokourov. Nu gaan we klimmen. Dan heb ik toch de indruk dat Vinokourov gisteren een verstoppertje heeft gespeeld. Het moet bijna. Ja, het moet bijna. Gewoon gezegd van ik heb een minder dag. Mijn benen zijn niet gerecupereerd van de tijdrit. En ik ga niet aandringen. Ik ga me gewoon aan de kant zetten. En morgen is een andere dag. Ja, en hij draait hier elke dag het peloton van een doer eigenlijk. Want hij had gezegd, ja, zaterdag in de grote Alpenrit, de koninginnenetappe, is het te doen. Kijk, hij heeft een kolom bijna te pakken. Een ene ruk gaat hij daar naartoe rijden. Hè. Eén dag vroeger dan gepland. Nog eens testen. Opnieuw testen. En kijk, Colom kijkt achterom. Ziet zijn kopman komen. We gaan weer twee staande renners hebben voor die 1 en 2 worden. Maar een omgekeerde volgorde als in de tijdrit, denk ik. Vinokourov, winnaar van die tijdrit in Anneron, ongeveer 40 kilometer voor Kasheskin. En Colom. En hij heeft nog een paar tandjes over. Hè. Ja, ja, ja. Kijk. Op welk gedeelte van de klim zitten we nu? Halverwege ongeveer. Dus een, het gaat een beetje op en af, maar het is een zeer mooie klim. Met een aantal haarspelbochten. Zag je Vino daar
heel even iets zeggen? Ja, ja, even overleggen. Kom je in mijn wil en ik zal tempo maken. Dat teken van Vinokourov. Je hebt me gisteren pijn gedaan. Ga ik jou vandaag pijn doen. Want vandaag zijn mijn benen beter. Op de flanken van de Col du Corobin. Op 20 kilometer van de streep. Dus nog een kilometer of 4 van de top. Zoals je zei, halfweg de beklimming, Mark. Ja. Maar wat een verschil met deze morgen. Hè. In de gietende regen hebben wij het verkend en nu schijnt het zonnetje. Veel aangenamer. Clement die alles geeft in de achtervolging. Ja, Vino stond maar 12 seconden achter. Maar het is de grote vraag of hij er nog naartoe rijdt. Ik vrees van niet. Prachtige Dauphiné Libéré is het met elke dag een overhoop. Geworpen stand. Oh, kom eens nog goed. Ik kan een keer overnemen. Colom, die ooit in zijn een van zijn eerste profseizoenen de Ruta del Sol won in 2002 was dat. Toen Axel Merckx tweede werd op 16 seconden. Dat was zijn allereerste profoverwinning. Toch eigenlijk onbegrijpelijk hè, dat het groep die twee mannen laat rijden. Een groep van 22 man. En niet zomaar 5 minuten voorsprong krijgen. Ja, want kijk. De voorsprong van het peloton, van deze twee koplopers op het peloton, nog altijd meer dan 4 minuten. Ze komen geen seconde dichterbij. Een prachtige etappe en Van Ecke, die de tol betaalt van de inspanning, hoe dan ook. Komt alleen te zitten. Heeft het geprobeerd, mooi gedaan. Schiet nog tekort tegen Vinokourov, dat is geen schande. Dat is zeker geen schande. En hij probeert het, hè. De goede mentaliteit. Ik val aan. Kijk, hij heeft het groepje met Clement moeten laten gaan, maar dat groepje is maar een duo meer, of hoe zit het nu? Rijdt hier nog iemand voor? Nee, dat zijn de eerste twee. Ah, ja, tuurlijk. Hij hangt er nog altijd heel vlakbij in de buurt. Pas op, hè. Ja, ja. Met een afdaling van 16 kilometer voor de boeg. Volhouder Prebe. Ja, maar Prebe zit wel alleen, hè. Dus Stef Clement die blijft gas geven, die wil die voorsprong niet zomaar prijsgeven op Vino. Het leek alsof Van Ecke al opgeslokt was door het groepje en voorbijgestort, maar nee, hij hangt er nog altijd tussen. Eens kijken wie daar komt. Garcia Costa. Ja. En dan? Dat krijgen we niet meer te zien. We volgen opnieuw Prebe Van Ecke. Nummer 3. Prachtige etappe van de man uit Zeelen. Wordt er 25 in juli. In 2004 won hij de ronde van de Noord-Nederland Tour met 21 anderen. Merkwaardig koersverhaal. De volledige kopgroep werd tot winnaar uitgeroepen nadat er onregelmatigheden waren vastgesteld in de laatste 15 kilometer. Maar hij won dat jaar ook, 2004, ook de koninginrit in de Ster Electro Tour. De neutrale wagen die ertussen komt. Dus wil zeggen dat er meer dan 20 seconden tussen zit. Leiderswagen zit er al tussen. Dus dan gaat de neutrale wagen achter Prebe Van Ecke zitten. We stormen naar voren met de motor van France Télévisions. En we zitten in het zog van het Astana duo. Vinokourov en Colom. Vinokourov, dus 1 overwinning dit jaar. Dat is die tijdrit van woensdag. Dat is een grote doel, de Ronde van Frankrijk. Dat is het enige doel dit seizoen. Al de rest is bijzaak. Ja, dat hebben we gisteren gezien. Van Summeren op kop van het peloton. En Seeldraaiers die gaat versnellen. De Belgen op kop in een klim. Zijn we nog wel in de Dauphiné Libéré? Wedstrijd waarin de Belgen in het verleden dikwijls geen overdreven potten braken. Maar kijk. Magnus Baksten. Die kijkt toe. Seeldraaiers, handjes los op het stuur nog even bijtanken. Ja. Ja, ik denk, hij stopt ermee. Ik denk dat Wilfried Peters gezegd heeft, jongen, rustig blijven. Zet u in de groep. Maar dat is jong talent natuurlijk, hè. En dat mag. Je mag fouten maken. Niet in te tomen, of toch, juist wel. Hij moet het morgen dan maar proberen, want de rit vandaag is goed en wel gaan vliegen. Hè. 17 kilometer nog voor de koplopers, zegt het opschrift. Dat betekent dat we op een kilometer of zo wat van de top zitten van de Corobin. Dat is een goede ingreep van Wilfried Peters. Van, op zo'n korte tijd kun je nog
serieus verzuren en dan dat je morgen slechte benen hebt. En morgen is toch een zeer zware dag. Dan heb je die goede benen nodig. Ja, want morgen rijden we over 7 beklimmingen liefst. En de laatste beklimming, de Col du Télégraphe. De top daarvan ligt op 5,5 kilometer van de aankomst. Dus je mag eigenlijk spreken van een bijna aankomst bergop. Ja, en hier komen we op iets minder goede asfalt. Maar ja, toch nog altijd goed bereikbaar. Daar het bord van de kilometer tot de top. En dan mag Vinokourov wat punten bijschrijven voor het bergklassement. Een bergklassement waarin Moro sinds gisteren de leiding heeft voor Schmidt. Vinokourov heeft daarin 10 punten. Kan op 30 komen. Heeft er nog eentje gepakt onderweg vandaag. Dus 31 eigenlijk. Maar nog niet onmiddellijk een bedreiging voor de bolletjes van Moro. Moro die ook de groene trui draagt, dat hebt u gezien. Maar die ook eigenaar is van de blauwe trui als leider in het combinatieklassement. En die twee verstaan elkaar uiteraard heel goed. Hè? Nog eens kijken naar het verschil vanuit de lucht. Een serieus verschil. En dan zien we daar Duque zitten. Leonardo Duque, nu de eerste achtervolger. De Colombiaan die een beetje vreemd op zijn fiets zit te wiebelen. Ja, had problemen. Clement die zich weert als een duivel in een wijwatervat. Ja. En daar Mugherli. En hier Van Ecke. Daar is een op zichzelf. Ja, ja, daar is een demarrage geweest. En iedereen heeft geprobeerd te reageren, maar ja, ze komen weer samen dadelijk. Benieuwd naar het verschil op de top. Als dat verschil binnen de perken blijft, dan rest er nog een waterkans voor de achtervolgers om dit duo bij te benen. Of zeg jij, gezien de aard van de afdaling, dat kan niet? Nee, dat kan niet. Die twee hebben denk ik toch bijna een minuut voorsprong, dus nee, dat gaan ze niet dichtrijden. Aan de andere kant, Vinokourov, hij is een kandidaat op de Tourzege de komende ronde van Frankrijk. Moet je risico's nemen in die afdaling om voorop te blijven? Je moet geen risico's nemen, maar je kunt een vlotte afdaling nemen en dan ga je geen minuut verliezen. Toch niet op een paar mannen. Colom heeft het lastig. Lijkt niet echt meer in staat om over te nemen bij zijn kopman. Vinokourov die valt niet stil, hè. Die blijft geven. Heeft terug de goede benen. Want te bedenken dat Kashishkin gisteren over Vinokourov zei, ja, Vinokourov is nog niet in topvorm. En spaarde zich voor de Tour, wel vandaag alles behalve. De hele dag in de aanval en dan krijg je nog zo'n klim. Dat is natuurlijk lastig, hè. Daar, de top. En in het peloton, nog een uitvallen weer is het Zeeldraaiers, die gaat reageren. Hij kan zijn benen niet stil houden. Het is mooi om te zien. Hij wil zich laten zien, hè. Cazard, de Fransman die even voorop gaat rijden. Hier komen ze dan voorbij aan de plek waar de bergprijspunten verdeeld worden. Vino als eerste boven voor Colom. De Chrono loopt mee. En ze gaan een zeer gevaarlijke afdaling in. Hè. Er bestaat uit twee delen, de afdaling. Eerst de Col de Corobin naar beneden, dan een 2 kilometer vlak. En dan de verdere afdaling. Maar verschillende haarspelbochten. Maar het is droog, dus gelukkig maar. Ja, een groot verschil. Hoe zit het? Waar blijven die achtervolgers? Daar, Duque. Duque die als derde boven komt op de Corobin. Nog altijd goed voor 12 punten. Daar komt Clement als vierde. Rijdt een prachtige Dauphiné Libéré. Gaat zonder twijfel geselecteerd worden voor de komende ronde van Frankrijk. Met deze papieren. Dan Mugherli. Mugherli vijfde. Van Ecke zevende. De zesde, dat moet Edalijn geweest zijn, of was het Charteau? Prebe, die moet terug naar die twee kunnen rijden. Hè. Dat moet hem lukken. Hier komt dan Martinez als achtste. Seconden was de achterstand voor Duque, de eerste achtervolger. En hier zitten we bij Cazard en Zeeldraaiers. Die wegrijden uit het peloton.
Maar ze komen te laat, ze gaan veel te laat komen. Zeildraaiers speelt met de pedalen in deze Dauphiné. Niet in te tomen. De jonge Belg, nog eens zeggen, nog maar 20 jaar uit Sint-Amans aan de Schelde. Toch weer goed hersteld van de Mont Ventoux. Ja, de Ventoux waar hij gisteren in de laatste bocht volledig stilstond, zo zei hij achteraf. Had zich wat verkeken op de steilte van die slotbocht en ook de wind bijzonder fel op de top van de Ventoux. Het was maar 150 meter meer, maar daar stond de wind echt pal op kop en ja, het was geen wind, het was storm. Overigens kreeg Zeildraaiers in de slotfase ook nog 20 seconden straftijd, omdat hij verboden bevoorrading had aangenomen in de slotkilometers. Maar veel zal hem dat niet kunnen schelen. Nee, ja, als je de laatste 5 kilometer nog dorst hebt en ja, je vraagt hem dan aan Wilfried en je krijgt hem dan en de commissaris heeft dat gezien, ja. Wees gerust, er zijn er nog die een bidon hebben aangenomen. En alleen de Belg krijgt 20 seconden straftijd. Vinokourov doet een gooi naar een tweede ritzege in deze Dauphiné Libéré. De afdaling van de Col du Corobin. Op de fiets blijven is de boodschap. En er wacht geen enkele vlakke kilometer meer? De laatste kilometer is eigenlijk pas vlak. De rest is allemaal een dalende lijn naar de aankomst toe. Er zijn nog 2 vlakke kilometers tussen de 2 cols eigenlijk. De top 3 op de Corobin. Tweede categorie. Vinokourov dus met zijn 31 punten komt op de derde plaats in het bergklassement. Niet dat hij daar wakker van ligt. Moreau blijft dus in de bolletjes, ook na vandaag. Vino kan snel even nakijken, wel de groene trui overnemen. Volgens mij ligt hij ook niet wakker van de etappezege van vandaag, dus dat zal een mooi gebaar zijn naar zijn ploegmaat toe. Denk je? Ik ben er zeker van. Duque in de achtervolging. Leonardo Duque. Een ontdekking eigenlijk. Stef Clement die bij Duque komt, dus die heeft een zeer snelle afdaling gedaan tot nu toe. Duque is een ontdekking van Jeff Brakenveld. Want hij debuteerde bij Jartasi in 2004. Hij woont in Frankrijk, hier in de buurt, in Aix-en-Provence, Leonardo Duque. Dat is op vraag van zijn ploeg dat hij daar is gaan wonen. Zijn vrouw werkt al een tijdje als au pair in de Provence. En hier het Trofeo Baracchi duo. Mooie koppeltijd. Het peloton komt nu boven op 4.27. 4.27, dan moeten we nog altijd rekening houden met het scenario. Vino in het geel, je weet maar nooit. Ja, het kan hè. En dan zouden ze hier bijna moeten de remmen dichtknijpen in de afdaling. Ja, dat is waar. En ik denk ook niet dat Vino zoveel risico's gaat nemen dat hij nog een minuut gaat wegrijden. Desalniettemin, hij gaat terug postvatten in de top van het klassement en kan deze Dauphiné nog altijd winnen. Ik kan hem zeker nog altijd winnen. Er staat er weer eentje meer in het klassement op binnen de minuut. Dus een zeer spannende Dauphiné nog. Minder dan 12 kilometer voor Vinokourov en Colom nog. Het peloton aangevoerd door de ploegmakkers van Christophe Moreau. En Stef Clement die zijn 12 seconden achterstand terug probeert in te halen. Of zijn voorsprong duur verkoopt. Hij heeft gelijk. Vinokourov, over wie Kasheskin gisteren zei, het zou een droom zijn, de Tour voor Vino en de Dauphiné Libéré voor mij, maar dat is dan weer te herzien na vandaag. Ook de 2 achtervolgers, een goede verstandhouding. 2 leiders, 2 achtervolgers en dan de rest van de kopgroep versnipperd. Vroege vlucht van 22 die deze etappe gekleurd heeft met daarbij 5 Belgen. Wordt lekker band gemeld van Levi Leipheimer. Slecht moment is dat. Voor zover je ooit op een goed moment lekker kan rijden in een koers. Het is natuurlijk de vraag, zitten de ploegleiders wagen er al onmiddellijk achter? Of ja, als er een ploegmaat in de buurt is, moet hij onmiddellijk zijn wil afgeven. En de koersradio meldt nu ook dat Leipheimer geholpen wordt door een ploegmakker.
Colom leidt de afdaling nu. Antonio Colom Mas Tonjet, een van zijn bijnamen, of Tony. Dat is een roepnaam eerder, Tony Colom. Vorig jaar de eindzege in de Ronde van Valencia binnengepakt. Nadat hij ook al de koninginrit in die Spaanse rittenkoers won. En mooi derde in Parijs-Nice en derde in de Ronde van het Baskeland. Dus die Colom, niet de eerste, de beste. Zijn eerste jaar in Kazachstaanse loondienst nadat hij de voorbije drie seizoenen voor IS Balias uitkwam. En ooit gedebuteerd in het profpeloton in de onvergetelijke trui van Amica Chips. Vino die het echt rustig aan doet in de afdaling. Ik ben benieuwd hoe Stef daar naar beneden gaat. Die zal wel alle risico's nemen voor daar terug bij te komen. En Vino die geen enkel risico neemt. Vino voor zijn tweede seizoen zegen of Colom voor zijn tweede ruiker van 2007. De voorsprong, een minuut op het tweede achtervolgende groepje. De Preben van Eck is ook weer aangesloten of een groepje gevormd, vier man samen. De Dauphiné werd in het verleden wel vaker gekenmerkt door valpartijen van grote namen in de slotfase van een etappe. Zo herinner ik me een valpartij uit 1997 van Abraham Olano, die op een gelijkaardige col in het struikgewas dook. We zagen hem weer naar boven klauteren en zijn weg voortzetten, zonder ongelukken, gelukkig, zonder schade bedoel ik. Maar het is echt een mooie klim, hè? Ook een mooie afdaling, wel gevaarlijk, maar een zeer goed wegdek. Dus geen putten in de weg. Vanmorgen lagen nog overal stenen op de weg door de regen. En toen zagen we ook al dat mensen die stenen aan het wegvegen waren. Ze zijn op minder dan 10 kilometer van de streep. Dat is het bordje waar ze zo net langs hoefden. Kijk wat mooie bochten. Dat hij onmiddellijk nog kan reageren. Oppassen, weer zo'n lange bocht, maar ze zien hem goed liggen. Martinez, Mugelli en Van Ecke samen. Zij hangen dus op een minuut. Ja, maar er hangen er nog twee voor, dus Stef Clement. Ja, daar komt nog die man, Chateau, is het van Crédit Agricole. Die komt aansluiten, daarnet dus zesde op de Corobin. Daar rijden de twee achtervolgers een 20 seconden voor op dit groepje. Dus die hangen op 40 seconden nog steeds. Nog een kilometer of 8. Spannend mag je het eigenlijk niet noemen, maar we zijn wel benieuwd naar de verschillen aan de streep. Voilà. En wat doet Vino Kurov? Gaat hij een cadeau geven? Dat gaat hij zeker doen. Wat maakt je zo overtuigd, Mark? Nee, Vino is veel slimmer dan dat. Hij is renner en hij heeft zijn ploegmaat nog zeker nodig in de Tour. En voor hem, Dauphiné interesseert hem niet, dus gaat hem dat met veel plezier wegschenken. Ja, hij heeft de Dauphiné al eens gewonnen in 1999 en dus is die lacune op zijn eerlijst ingevuld. 1999 toen hij voor Casino reed, de ploeg van Vincent Lavenu, tegenwoordig manager van AG2R, baas dus van Morro. Vino weet hij ook hoe hij zijn ploegmaat kan stimuleren. Van Ecke en Kool komen dichter bij Clement, hangen daar nog op een 15-tal seconden daarachter. Dus misschien kan Van Ecke nog meesprinten voor de derde plaats. Ja. Daar Clement en Duque, nummers 3 en 4 op dit moment. Clement geeft alles in die afdaling. Digne-les-Bains, plaats met heel veel traditie in het wielrennen. De Tour is hier nog vaak te gast geweest. De laatste keer in 2005 toen Moncoutier op een 14 juli won. Een lange ontsnapping afronden met zijn zevende toen Axel Merckx zevende werd. Ze beklommen toen ook de Corobin, maar dan van de andere kant. 11
keer was de Tour hier te gast in Digne-les-Bains. Drie keer staat Vietto hier op de erelijst en twee Belgen ook. De Waal Samin won een etappe in Digne-les-Bains in de Ronde van Frankrijk in 67. En Eddy Merckx uiteraard staat hier op de erelijst in 69. Nu zijn er meer rechte stukken, maar moet nog één keer wel oppassen, want die laatste bocht van de afdaling is ook nog zeer gevaarlijk. Dus draaien ze rond een huis en aan de rechterkant is er nog een hoge muur. Dus dat ze daar niet verrast geraken. Daar Doeke en Clement. En de rest hier. Ja, die kunnen er nog zeker bij komen. Van Ecke en Co draaien daar nog altijd behoorlijk rond. Ze moeten niet twijfelen nu. Hè. Blijven rijden. Paris-Nice kwam hier vorig jaar ook aan met een etappe toen Joachim Rodriguez won. En Postuma op 19 seconden plaatste. En verder heeft de Dauphiné ook heel veel traditie in Digne-les-Bains vandaag. De 8e keer ooit te gast hier in Digne-les-Bains. Peloton wordt op 4 minuten gemeld. Ja, het is er eentje echt aan het dalen, hè, met de grote snelheden. In 2002 won Algan hier in etappe, toen de Corobin ook in het rittenschema zat van die Dauphiné Libéré. 2000 was Hamilton hier de beste voor Lance Armstrong in dezelfde tijd. Rick Verbrugge werd dat jaar derde op 46 seconden. Hier is nog even een stukje bergop, maar dat is maar een paar honderd meter. Een heel klein knikje. Misschien in het voordeel van Van Ecke en Co om het gaatje met Clement en Doeke te dichten. Ja. Voor de ritzegen komt iedereen te laat. Een ritzegen die in de Dauphiné van 99 naar een Fransman ging, Laurent Desvien. Toen een Belg voor het beste resultaat ooit zorgde in de Dauphiné. Een tweede stek voor Peter Wuits, toen op een minuutje of zo. Heppner won hier ooit een etappe in 97, ook over de Corobin. En 5 kilometer nog voor Vinokourov en Colom. Doeke en Clement kijken ongerust achterom. Want ze zijn op komst. Net zat de neutrale wagen er nog tussen. Moet het normaal nog 20 seconden zijn, het verschil. Dus ja. Voilà, het binnenrijden van Digne-les-Bains. Hier, die bocht had ik voor. Kijk. Dat is een terugdraaiende bocht. Ze komen er probleemloos door. Eerst achtervolgers, Clement en Doeke hangen op 38 seconden. Dus ze hebben geen risico's genomen. Nee. En nu kunnen ze gas geven. Ja. Even overleg. Er wordt wat geroepen tussen de twee ploegmakkers. In 96 vertrok hier een etappe tijdens de Dauphiné richting Briançon over de Col d'Alos, de Vars en de Isoar. En toen won Indurain die wedstrijd. Niet zonder belang, dat is zijn laatste overwinning uit zijn carrière. Toen hij Madouas voorbleef en Viranke. Ja, ook zij komen nu aan die gevaarlijke bocht. Ah ja, en daar is Van Ecke. Van Ecke die nog kan meesputten voor de derde plaats misschien. Dat is geen 20 seconden meer. Die neutrale wagen moet daar weg. In 56 was er in een etappe gewonnen door de Nederlander Adriaan Voorting. En in 54 tenslotte de allereerste keer dat we een aankomst kregen in de Dauphiné in Digne-les-Bains won de Franse legende Louison Bobet. Charlie Gaul, de Luxemburgse engel van het hooggebergte, werd toen derde. Nog een klein 100 meter. En Prevo van Hekken kan sprinten voor de derde plaats. Minder dan 4 kilometer voor Vinokourov en Colom. Die mannen zijn aan het rijden, hè, voor die twee te pakken. Het gaat om wat Pro Tour punten. Ja. Derde plek nog altijd goed voor een vermelding op de Pro Tour ranking. En die twee mannen zijn een koppeltijd door de trein. Hè. De grote prijs, Eddy Merckx. In verkorte vorm. 3 kilometer nog. Een samensmelting nog altijd geen feit. Daarachter. Schitterende etappe. Begonnen met een vroege vlucht met 22, met 5 Belgen. Ten slotte blijft er nog 1 Belg over in de spits van de koers, maar voor de ritzegen doet dat jammer genoeg niet mee. De ritzegen is voor één van deze twee heren. Mark Wouters heeft 1000 euro gezet op Antonio Colom. Ja. Tegen hoeveel? 60-1. Ik ga het op Fino, Mark. Wedden.
zijn, mochten ze erom sprinten. Ze zijn bijna beneden nu. Ja, in de laatste 2 kilometer tussen 2 en 1 hebben ze nog 2 rondepunten. En het laatste rondepunt is op 1 kilometer van de meet en dan is het 1 rechte lijn. Ja, maar Vinokourov is zo goed dat hij gewoon rechtdoor over die rotonde kan rijden. 2 kilometer nog. Alexandre Vinokourov, gunt hij Antonio Colom een prachtig cadeau? Of gaat hij toch zelfs met de bloemen lopen? Colom, 29. Vinokourov, 32. De kopman en de superknecht. De zonnebril op de helm bij de kopman. De Kazachstaanse zon op de trui van Vinokourov. De spoorwegen op het achterste. Het is hier al aanzien wat de klok slaat. Hier een van die rotondes, ik zou er toch langs rijden. Ja, best wel. Nog materiaalpech. 2 kilometer van de meet. Het zou zonde zijn. Wie wordt de opvolger van Patrice Algan? Maar weer een dubbelstart voor de Astana. Ze zijn klaar voor de Ronde van Frankrijk. Daarover mag geen twijfel bestaan. Slotkilometer komt eraan. Het peloton wordt gemeld op 3 minuten en 55 seconden. Dus nog altijd bijna 4 minuten achterstand. Vinokourov gaat een mooie sprong maken in het klassement. Hij stond voor de etappe op 5 minuten en 14 seconden. En hij gaat hier nu onder de rode vod op kop. Hier wordt even overlegd. Gelachen ook. Hoe zit het? Daar is het beslist. Een mini-conclaaf. In elk geval witte rook voor Astana. Vinokourov die weet wat hij moet doen, hè, voor zijn ploeg scherp te houden. Ja, hij heeft de tijdrit al op zak. Voilà. Dit schouderklopje aan, toch wel wat overleggen. 1000 euro hangen nu op dit moment aan een zijdendraadje, Mark. Ja. Ik ga geld verdienen. Bijna 4 uur en 40 gekoerst. Het is een heel lang conclaaf aan het worden. Ja. Komt er nog een pauze in Digne-les-Bains? Zelden zoveel overleg gezien in de slotfase van een koers. En Vino die zich geen jota aantrekt van de tijdswinst die hij eventueel kan boeken. Dat zegt ook veel. Voilà, kijk, voilà. Het verdiende schouderklopje. Ze kijken achterom. Ze gaan wat, waarschijnlijk hand in hand over de streep komen. Het zegengebaar. Geef me je hand, zegt Antonio. Voilà, daar komt hij. De prachtige foto voor Astana. Daar de sprint voor de derde plaats. Ze komen nog verduiveld dichtbij door dat overleg in de slotfase. Witwinst voor Antonio Colom. Vinokourov tweede. Prachtig nummer van de Spanjaard en de Kazak. En de sprint voor de derde plaats. Ja, Duque uiteraard op papier de snelste. Zet die sprint van ver in. Gaat op kop voor Mugerli en Clement. Duque wordt derde. Clement wordt vijfde. Vierde plek is er voor Mugerli. En dan op de zesde plaats zien we Van Ecke, zevende Charteau en achtste Martinez. Zo kwamen ze over de streep in Digne-les-Bains. En de Franse reporter, die wordt nu al gek. De Ronde van Frankrijk nogthans maar volgende maand. Ja, Marc Colom heeft het ook verdiend ook. Hij is als eerste gaan aanvallen. Spurt voor de negende plaats nu. Negende plaats waar we Gilbert zien zitten in dat groepje. Ja. En Hausler. Hausler. Ook niet van de traagste natuurlijk. Hausler die misschien nog in zijn achterhoofd met wat punten zit voor de groene trui. Geeft daar het volle pond in die sprint. Hausler die sprint gaat winnen voor de negende plaats. Dan de man van Euskaltel. Wordt hij gevloerd door Gilbert? Jawel. Gilbert wordt tiende. Hausler op 9, Gilbert op 10. En dan zagen we Ruben Perez op 11, de man van Euskaltel. De omgeving van Digne-les-Bains, de hoofdstad van de Lavendel, bekend ook door zijn thermale bronnen en hier het peloton. Het peloton werd net op minder dan 4 minuten gemeld van Vinokourov. Vinokourov die dus in de slotfase nog wat tijd te grabbel gooide, die zich niks aantrekt van het algemene klassement, zo lijkt. Het peloton langs die rotonde in 2 slangen. Ik was even aan het kijken waar Colom stond in het klassement, maar die staat op 18 minuten. Dus die speelt geen betekenis. Geen bonificaties te verdienen in deze Dauphiné. Dat moeten we ook nog eens zeggen, dat is vrij ongewoon. Heeft te maken
met de organisatie die dat niet zag zitten, omdat ze het technisch te ingewikkeld, te gevaarlijk ook vonden bij momenten. Maasje de Zer leidt dat peloton. Ik kan u ondertussen ook nog vertellen dat Rick Verbrugge 13e geworden is en Iker Camaño 14e. Dan wordt hier gespurt voor de 15e plaats. Kasheskin, de gele trui, in het wiel van groene trui Morro. Kevin van Impen en Tom Bonen zijn dan teruggegrepen voor het peloton. Dus 14 man zijn tenslotte uit de greep gebleven. Toen zijn we daar nog. Ja, we zien nog de Seildraaiers die is gaan demareren op de Corobin. Gaan die nog ingelopen worden? Seildraaiers die nog kan meesprinten voor de 15e plaats. Met de Cazar van La Française des Jeux. Zeer gretig, Kevin Seildraaiers. Ga nog sprinten voor de 15e plek. Ja, ja. De Belgen hebben zich getoond. Sprint wordt ingezet door Cazar. En Seildraaiers. Is hem nog rap? Nou, Cazar van op de kop. Nee. Wordt 15e. 17e plaats dus voor Seildraaiers. En de man die 16e wordt is Scogna Miglio, een overlevende van de vroege vlucht. Het peloton dan op iets minder dan 3,5 minuut. Peloton met als laatste in de rij Kevin van Impen. Johan de Zummeren hangt er ook nog aan. Is er nog in het peloton. Prachtige etappe geweest. Bekroond met een 1-2 voor deze twee mannen. Ik heb mijn 1000 euro verdiend. Ja, we zullen onmiddellijk overschrijven, Mark. Dank u. Nee, zoveel geld heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Antonio Colom. Zijn tweede zege van het seizoen. De 8e uit zijn profcarrière. Een foto om in te lijsten in de woonkamer met de kopman. Nog eens kijken naar dat overleg. Ja. Dat was mooi, hè? Ja, ja. Leuke rit, ja. Maar toch ja, wil zeggen dus dat Fino niet gaat voor het klassement. Interesseert hem totaal niks, want anders blijf je rijden tot op de meet. Voor elke seconde. Dat is zeker. Op dit moment Fino op kop. Ja. Je moet toch altijd oppassen bij zo'n aankomst. Hè? Als je dan hand in hand over de streep rijdt. Ja, je moet altijd geconcentreerd blijven, hè? Want een ongeluk is vlug gebeurd. Hè? Even met de sturen in elkaar haken en 1 en 2 daar op de grond liggen. Het zou een zicht zijn. Voilà. Zo kwamen ze vanuit de lucht bekeken over de streep. Kazachstan boven. Zeg maar. Tweede zege van het seizoen voor Colom na zijn winst in de Trofeo Soler. Daar de top 10 van de etappe. Bekijk die nog eens in alle rust. Van Ecke en Gilbert, de twee landgenoten in de top 10. Clement, de Nederlander, op de 5e plaats. Een Colombiaan op 3. Een Sloveen op 4. Een Spanjaard, een Duitser. Een zeer internationaal gezelschap. Ja. En Stef Clement die toch nog maar eens benadrukt dat hij heel graag meegaat naar de Tour. Op dit moment komen nog renners over de streep. Logisch, op een minuut of 5 toch weer een lastige etappe geweest met koers van in de beginfase met die ontsnapping van 22. Waar zal Vinocourt of komen in het klassement? Peloton binnengekomen op 3.27. Hij stond in de stand op 5.14. Daar zien we het klassement met Vino op de 7e plaats. Inderdaad, Clement nu 8e, Chavanel 9e en Zubeldia op de 10e plek. Dus de top 6 ongewijzigd. Dat is een kopie van de top 6 van gisteren.